Hallo, het is tijd voor de favorieten van januari. Ik was even het woord kwijt. Ik ga jullie vandaag in deze filmpje laten zien wat mijn favoriete make-up producten waren van februari. Nee, januari. Mijn favoriete sieraden, mijn favoriete eten waren en een paar favoriete liedjes en een favoriete video. Dat zijn van favorieten. Oké, ik ga beginnen met de make-up. Sorry voor de rare bolletjes die je af en toe ziet, bijvoorbeeld hier of zo. Maar mijn Luxeflex zit naar beneden. Want anders had ik echt zo bam de zon zo in mijn face. Dus sorry daarvoor. Ik ga beginnen met de BB cream. Deze had ik gekocht op aanraden van Vera Camilla. De BB cream. Het gaat niet goed, jongens. De Super Plus BB Cream Triple Functions van Skin 97. Het is de oranje verpakking die Vera dus ook heeft. BB Creams zijn eigenlijk een soort getinte dagcremes. Alleen gebruik ik deze gewoon als een foundation. Omdat deze niet voedend genoeg is voor mijn huid. Had dus wel iets voedender gekund, want hij is af en toe nog wel een beetje droog en zo. Maar goed, als ik hier gewoon een dagcreme onderaan breng, dan doet hij het gewoon prima. Ik heb hem nu ook op. Dat verschil zal je waarschijnlijk niet echt zien, zeg maar, bij mijn camera. Tussen deze foundation en andere foundations. Maar hij bevalt echt super goed. Hij is mooi als je hem aanbrengt met je handen, met een slipping brush, met een ander soort kwast. Ik vind deze echt heel fijn en hij verbaasde me. Echt. En Vera en ik hebben een beetje dezelfde huid. Ik heb dan niet zo gevoelig, maar wel droog. En ook acne en zo. En zij heeft dat ook. En ik dacht van, nou, ik moet hem gewoon proberen. Want nou ja, ze was er zo enthousiast over. Dus deze. Merken jullie ook altijd op dat ik freaking lang praat per product? Gewoon echt veel te lang. Gewoon. Er zitten trouwens best wel een paar dure artikelen in de favorieten van deze maand. Maar ik heb ook een paar budget dingen erbij gedaan. Mijn tweede favoriet is de MAC Prep and Prime poeder. En dat is een transparante poeder. Tenminste, hij is wit. Maar hij op je huid is die transparant. En wat deze doet is... sowieso is het een finishing powder. Dus zorgt hij ervoor dat je make-up, je gezichtsmake-up langer blijft zitten. En hij maakt je gezicht ook mooi mat. En doordat hij transparant is, vind ik het heel fijn dat je niet zo'n cakey effect krijgt. Ik heb ook bijvoorbeeld deze. De MAC Studio Fix Powder. Deze. En deze is heel fijn, maar hij is heel dekkend. Dus als je deze meeneemt om je make-up bij te werken over de dag. En het wordt een beetje droog en zo. Dan kan het er best wel niet zo mooi meer uit gaan zien. En met de Prep and Prime poeder is dat dus niet zo, omdat het transparante poeder is. Ik heb deze gekocht in Parijs. Dat was in december. En ik heb nu al pamporn. Dus dat geeft aan hoeveel ik van deze poeder hou. En ik ga hem zeker opnieuw kopen als die op is. Dan heb ik de Ethos Bronzing Powder. En deze heb ik eigenlijk pas net. Maar deze wilde ik er wel bij doen, omdat die me heel goed bevalt. En omdat ik jullie even wil tippen hierover. De mensen die mijn site volgen hebben dit al gelezen. Maar als je hem alleen op YouTube volgt... Dit is de Ethos Bronzing Powder. En hij is pas te koop vanaf 6 februari. Dus nog niet in de winkels nu. Maar hij bevalt zo ontzettend goed. En er zit gewoon goed pigment in. En het zijn mooie kleurtjes. Je kan ook nog je kwast alleen maar in het lichte gedeelte dippen. En dan heb je een soort van, eigenlijk een soort van blush gewoon. En bij die bruine kleuren erbij wordt het echt een bronzer. Heel mooi. Natuurlijke glow. Ik ben er gek op. Dus 6 februari is het te koop. En van 6 februari tot 3 maart, of in ieder geval in maart, als ik het goed heb, is er een 25% korting actie op. Dus dan kan je nog met korting halen ook. Dan is die 4,50 als het goed is. Dan de MAC Fix Plus Spray. Er is echt wat mis met mijn stem, jongens. It's my holy grail. Wordt getrild. Ik kan nooit meer zonder, denk ik. Nou jongens, mijn stem! De MAC Fix Plus Spray zorgt ervoor... je brengt hem aan, je spuit hem zo, op je gezicht zo. Nadat je alle make-up hebt gedaan. Ik doe het meestal voordat ik mascara op ga doen. En dat is de laatste stap die ik meestal doe van mijn make-up. Dus als ik alles al erop heb zitten. En wat het doet is, het zorgt ervoor dat het poederige effect... wat je krijgt van, poeder... je hebt vaak een soort van, toch... Dat je ziet dat je poeder op hebt. Of dat je inderdaad ziet dat je foundation op hebt. Deze spray maakt het zoveel natuurlijker.
En hij zorgt er ook weer voor dat je make-up langer blijft zitten. Maar ik gebruik het vooral omdat mijn gezichtsmake-up er zoveel natuurlijker uitziet. En ook een hele mooie gezonde glow krijgt. Ik was hier eigenlijk een beetje sceptisch over. Maar ik heb hem gekocht. Ja. Ik vind hem gewoon fijn. Dit is gewoon... Ja. Dan heb ik twee verschillende soorten oogpotloden. Tenminste, dit zijn er drie. Maar van twee verschillende soorten merken. Als eerst de budget... Echt budget potloden van TS Cosmetics. Van de Boudoir Secrets collectie. Ik heb deze in drie kleuren. Badaam. En sowieso vind ik de verpakking ontzettend mooi. En ze hebben heel veel pigment. Ze brengen fijn aan. Ze zijn creamy. Ook vrij long lasting nog. Ook al zijn ze erg creamy. En nou, deze vind ik gewoon heel fijn. En ik heb van Urban Decay de 24/7 Glide-On Eye Pencil gekocht. En gewoon in zwart, in Zero heet die volgens mij. Dit is het oogpotlood waar ik al het langst en het meest goede dingen over hoor. En ik kan je zeggen, ze zijn allemaal waar. Dit is het beste oogpotlood wat ik ooit heb gehad. Hij blijft super lang zitten. Nog bijna de hele dag. Wat kan ik hier verder over zeggen? Veel pigment. Werkt goed. Super fijn. Dan heb ik een oogschaduw van Kiko. En dit is in de kleur 136. Vind ik erg jammer. Zelf noem ik hem altijd gewoon burgundy. Burgundy. Of mooie kleur noem ik hem gewoon. Nee. Het is echt een hele bijzondere kleur ook. En ik gebruik deze heel graag de laatste tijd. Omdat ik vind dat hij mijn oogkleur en mijn haarkleur mooi flatteert. Love it. De Mineral Lipstick van Elf. En deze heb ik al een tijdje. In de kleur Nicely Nude. Ik heb hem nu trouwens ook op. Ik heb hem al een tijdje, maar eigenlijk heb ik hem weer herontdekt. En ben ik hem ontzettend vaak weer gaan gebruiken. En ik ben er helemaal dol op. Dus deze. Oké, favoriete sieraden van de maand. Ik heb er vier. Laat ik beginnen met de ketting. Deze kreeg ik voor kerst van Sanne. Maar het is zeg maar zo'n ketting met verschillende laagjes. Oh. Hier zit iets verkeerd. Zo. Verschillende laagjes kettingen. En aan het einde zit er een kruisje. Hoe toepasselijk voor Teske. Hij staat super stoer. En vooral bij een paar shirts die ik heb. En vooral ook boven mijn rode broek vind ik deze echt heel vet. Heb ik drie ringen. Allereerst deze ring. Dit is mijn Lego ring. Ik krijg hier echt complimentjes over overal waar ik kom. Misschien een beetje kinderachtig. Maar... Het is helemaal Teske, het is helemaal mijn stijl. Dus ik vind deze super leuk. Deze komt trouwens uit een winkeltje in Chinatown in Engeland, in Londen. Deze komt er ook vandaan. Dit is mijn Scrabble ring. Deze zag ik al langer bij Nicki en bij nog een paar Amerikaanse celebrities ook. En ik zag het gewoon bij meerdere mensen. Dus ik wilde hem ook hebben. En dit is sowieso mijn favoriete ring van de drie. Hij staat gewoon overal leuk bij. En mensen die kijken ook van... Oh, dit is een Scrabble ring. Eén iemand zei ook tegen me van... Oh ja, je hebt een Wordfeud ring. Ik zat er van... Het is gewoon Scrabble hoor. Echt. Deze generatie. En dan heb ik als laatste deze ring. En die komt van de Primark. En het is gewoon een zwart horloge. Alleen dan voor om je ring. Nee, niet voor om je ring, maar voor om je vinger. En deze dus. Dan ga ik jullie nog even mijn favoriete voedsel van deze maand laten zien. En helemaal in het kader van de Amerikaanse dingen heb ik die heb uitgeprobeerd. Heb ik als eerste Nerds van Wonka. Deze. Deze zijn overigens allebei ook dat andere wat ik heb niet van de webshop US Food. Hier ga ik nog wel meer dingen mee doen. Dus hou mijn filmpjes en mijn site in de gaten met US Food. En als je daar geïnteresseerd in bent. Dus. dit zijn Nerds. En ik kan er een paar laten zien, want... Deze verpakking is nog niet op. Dit is dan ook mijn favoriete smaak. Apple Watermelon. Nerds zijn zeg maar zulke bolletjes. Ze zijn ontzettend zoet. Het zijn eigenlijk gewoon zijn het kleine suikerbommetjes. Maar ze zijn... Wow. Maar ze zijn dus van Wonka. Van Charlie en de Chocoladefabriek. Misschien ken je dat wel. Charlie en de Chocoladefabriek. Nee, Teske. Het is of Shaki en de Chocoladefabriek of Charlie en de Chocolate Factory. Oké. Deze kocht ik bij de Yamin in Amsterdam. Ik weet niet waar ze nog meer verkopen. Maar dit waren de smaken die ze hadden.
En ik vind ze lekker. En dan als tweede de Cadbury Dairy Milk with Crunchy chocola. Ik heb hier nog een stukje van. Deze kreeg ik van iemand opgestuurd, van Jan Wil. Zo ziet het eruit. Het is gewoon chocola, maar er zit dus crunchy in. En misschien weten jullie het wel dat ik helemaal gek ben van chocola met crunch erin. Als je het niet wist, dan weet je het nu. Lekkerste chocola ever. En dit is ook nog eens een beetje karamelachtig. Dus het is zeker echt heel lekker. Dan wil ik graag aan jullie laten horen een paar nummers die ik jullie aanraad. Een paar... Wow, ik viel bijna van mijn stoel af. Een paar muziekjes die ik cool vind. En dat is allereerste van Gers Pardoel, mijn homie. Dat is een grapje, oké. Van Gers Pardoel, het nummer Zijn. Ik heb een boekje erbij hoor, dat je niet denkt van waar is het nou weer te kijken. Het nummer Zijn. Goeie tekst, goede boodschap en het klinkt gewoon lekker. Ik val lekker met het nummer ook in slaap. En het klinkt misschien als iets negatiefs, maar het is iets positiefs, want dat vind ik lekker. Dus bij deze... Het maakt niet uit wie je bent, je kan alles zijn. Je kan alles zijn, je kan alles zijn. Het maakt niet uit wat je doet, je kan alles doen. Je kan alles doen. Denk het liefste niet aan gisteren. Vandaag is mooi en de morgen die missen we. Als tweede heb ik van Jamie Cullum, Please Don't Stop the Music. Dat is inderdaad een cover van Rihanna's Please Don't Stop the Music. Of Don't Stop the Music heet het gewoon. Of ik weet het niet. Het is een hele jazzy versie, hij is alweer wat ouder. Maar ik luister er steeds meer weer naar de laatste tijd. En ik hou gewoon van Jamie Cullum's stem, omdat het gewoon heerlijk is. It's getting late. I'm making my way over to my favorite place. Just a chance, now we're face to face. Girl, I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. Dan heb ik als derde van Jason Mraz. Don't Give Up heet hij volgens mij. Dit nummer heb ik pas ontdekt. En ik was gewoon verliefd op het moment dat ik het hoorde. Jason Mraz is sowieso een artiest die ik heel goed vind. Ik vind het nummer Butterfly van hem heel lekker. Maar dit refrein is zo schattig. En de tekst is sowieso super lief. En op het moment dat hij de hoogte ingaat, kreeg ik echt een beetje kippenvel. Dus ja, dat nummer. When I look into your eyes, it's like a watch in the night sky. Even the stars, they burn. Some even fall to the earth. En dan als laatste Maybe van NERD. NERD is sowieso mijn favoriete band, volgens mij ongeveer. In ieder geval een van mijn favorieten. En Maybe vind ik een heel leuk nummer. En ja, het is gewoon een beetje gewoon een speciaal nummer voor mij. Dus die. And it was born in a cloud with silver lining. Dit waren mijn favorieten van januari. Ik wilde weer februari gaan zeggen. Ik hoop dat je je niet te veel hebt geïrriteerd aan deze polletjes. Zowel, het spijt me. Oh, wacht. Nee, kut. Ik moest nog een video met jullie delen. Ik wil met jullie een video delen. En dat is een beetje egoïstisch misschien, maar het is mijn eigen video op mijn andere kanaal. Als je die nog niet hebt gezien, hier, kan je klikken. Het is een video over vrouwen en mannen. En over emancipatie. En ik speel een man in de video. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, moet je even klikken. Reageer er even op, altijd leuk. Die wilde ik gewoon even met jullie delen. Omdat het zelf, ja, omdat het iets heel nieuws voor mij was. En ik vond het heel leuk om te doen, dus bij deze. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Sorry dat die weer zo lang is. Maar ik hou gewoon heel erg van praten, denk ik. Ook al lukt het niet altijd even goed. Oké, doei.